In deze video gaan we spreken, mijn ervaring delen rond een, een, een sessie straatfotografie in het hartje en het centrum van Antwerpen. Voor straatfotografie is het wel zo handig als je op een drukke locatie bent omdat je dan, ja, dan gebeuren er gewoon heel veel meer dingen waardoor je veel meer situaties krijgt waarin je kunt gaan fotograferen. Ik was op dit moment naar aanleiding van de Fujifilm GFX50R die ik gehuurd heb was ik op dat moment in Antwerpen dus dan heb ik, centrum, ik was echt midden in het, centrum, het winkelcentrum van Antwerpen. Dus dan ben ik daar uh, meteen de winkel buiten gekomen om te beginnen fotograferen ook. En ik ga trouwens ook iets nieuws proberen bij een aantal foto's. Ik zal het niet bij elke foto doen. Maar bij een aantal foto's zal ik gebruik maken van zo cirkeltjes en, en, en streepjes en lijnen op de foto zelf. Om een klein beetje aan te geven wat de bedoeling was qua compositie. Waar dat ik naartoe wou. Het zal niet altijd ideaal of, of perfect gelukt zijn, maar dan kun je toch op zijn minst zien wat dat, uh, die dag de bedoeling was. Nu, die dag zelf op zich was niet zonder um, ja, zal ik het problemen noemen. Probleem is een groot woord. Maar, dus ik heb misschien in de vorige video's waarin dat ik mijn ervaring deelde rond het huren van fotomateriaal. Heb ik het waarschijnlijk al vermeld. Maar ik had deze camera dus meegekregen met een uh, lege batterij. En ik ben eigenlijk buiten gekomen in de winkel. Um, op straat en ik ben meteen beginnen fotograferen. Dus de batterij erin geplaatst en beginnen fotograferen. En zo heb ik ook gezien dat uh, ik had nog maar één streepje batterij. Dus dat was echt niet veel. Nu het is een totaal onbekende camera. Dus ik wist niet hoeveel die niet veel exact was. Dan ben ik eigenlijk op straat beginnen fotograferen. Ik ben eerst in een steeg gaan fotograferen. Dus dat was voor mij een nieuwe camera. Nu het is wel een Fujifilm. Ik ben gewoon met, van met Fujifilm te werken. Dus... Het grote voordeel is dat je bij een ecosysteem zit, dus quest alle knoppen en zo wel heel snel zijn. Dus ik kon eigenlijk vrij snel met de voeten ben vrij snel ook op straat gaan fotograferen. Dan ben ik eerst in een souvenirwinkeltje met allerlei um, ja, souveniertjes uh, en dergelijke meer terechtgekomen. En daar, um, daar ben ik eigenlijk um, beginnen. Uh, eerst heb ik wat details gefotografeerd in die winkel. Lintjes en zo die daar hingen om een idee te krijgen van detail en, en dergelijke van die camera. Dus puur technisch het autofocus ook wat te leren kennen. Maar dan zag ik dat daar een, een hond zat. Ik denk zo'n Amstaff of iets in die zin. Een stafford iets. En uh, dan ben ik die beginnen fotograferen, een paar foto's gemaakt. Maar ik ben er vrij snel mee gestopt, want ik zag dat die hond... Uh, als ik die hond zonder camera benaderde, was dan een heel vriendelijke hond. Maar als ik de camera naar hem richtte, dan zag je wel dat die hond zo'n beetje in één dook dus die was ofwel geen camera's gewoon of had schrik van camera's, waardoor je natuurlijk ja, als je foto's ervan maakt niet zo'n goede foto's krijgt, dan krijg je foto's van een hondje in een gedoken zit, dus dat is minder ideaal. Um, en dan heb ik nog uh, voor het uh, Hilton Hotel in Antwerpen een paar foto's gemaakt van taxi's die toekwamen van mensen die aan het wachten waren op een taxi of die met hun bagage klaar stonden. Dan heb ik nog um, dat waren er een aantal jongeren die bij een etalage van horloges, van uurwerken, Elka tegen elkaar bezig waren over verschillende types aan, weet ik veel wat. Ik ken er allemaal niet veel van, maar dat waren duidelijk kenners en dat waren jongeren volgens mij die, die van school kwamen. Het was een middag, als ik me niet vergis, dus er waren ook veel scholieren op straat. Daar heb ik een paar leuke opnamen gemaakt en dan sloeg ik een straat in en besefte ik plots dat ik eigenlijk geen geheugenkaartje in de camera had gestoken. dat enkel die accu daar had ingestoken. En dat ik meteen ben beginnen fotograferen. Nu, als ik dat met mijn eigen camera's voor heb, daar heb ik een instelling geactiveerd. Waarbij dat je als je geen geheugenkaartje hebt, dan kun je wel door je zoeker kijken en een instelling aanpassen. Maar als je afdrukt, dan krijg je een waarschuwing op je display dat er geen kaartje in zit. En dat was duidelijk niet actief of niet geactiveerd bij deze camera. Een, een kaartje ingestoken. Ik ben nog op mijn stappen teruggekomen. Ik heb in die souvenirwinkel nog een paar foto's opnieuw gemaakt. Van die zonnebril, onder andere. Dat is dan echt een foto waarbij dat je die herhaling krijgt. Even de verschillende kleurtjes, dus dat is echt repetitief. En dan heb ik van die hond opnieuw een paar foto's proberen te maken. Maar ik heb de indruk dat de beste foto toch wel uh, is die niet op een kaartje stond. En ik heb ook nog bij het hotel nog heel even uh, een paar fo foto's gemaakt, maar niet te veel. De foto's van de jongeren aan de etalage, ja, die heb ik gewoon gemist. Uh, die jongeren waren al lang weg. Ja, eigenlijk was de grootste uitdaging met die camera van... Het Autofocus-systeem op zich was niet echt traag, maar een keer dat je een foto gemaakt had, stond er ook nog een preview weggesteld en zo. Tussen het, tussen het maken van de foto's verlies je wel wat tijd. Dus in veel gevallen als je zo echt een moment wel vastleggen en je werd net iets te laat, ja, dan was de camera niet op tijd klaar. Om een tweede poging te doen van moment vast te leggen. Plus dat het ook niet super accuraat is. Maar zolang dat je weet wat de tekortkomingen zijn van het systeem, ja, dan kunnen we er wel omheen werken. En dan kunnen er zeker, zeker mooie resultaten mee bekomen. Heel veel dynamisch bereik ook. En het was, een, uh, ja, het was op de merdes dus een, uh, een heel, of denk toch dat het de merdes? is? Een drukke winkelstraat aan de metro trappen. Eigenlijk doordat die camera zo wat traag was, had ik wat de neiging om mij op een duur ergens op te stellen. En even te wachten totdat er daar iets gebeurde. Zoals dan die trappen heb ik dat een aantal keer gedaan, met zo'n paar keer ergens opgesteld. In de hoop dat er iemand zou passeren om dan die foto te kunnen maken. Wat dan normaal gezien niet mijn manier van fotograferen is. Maar goed, je moet je een klein beetje schikken naar het materiaal dat je hebt. Het leukste vond ik eigenlijk, dit is hier een foto. Heel, ja, ik denk bijna de autofocus is gewoon gelukt, wat dat bijna een wonder was. Maar dat zijn allemaal panoramafoto's. Dus daarbij kun je in de camera instellen dat je een extreme panoramaverhouding krijgt. Ik heb hier nu even die witte achtergronden daar, daarop gezet, zodat dat duidelijk is dat je echt wel een heel extreem panoramabeeld krijgt. En één enkele opname. Dus dan kun je met één belichting zo'n panorama maken. Je moet wel echt op voorhand. Die verhouding kiezen en met die verhouding werken. Maar je ziet hier dat je daar wel heel leuke resultaten kunt mee bekomen. Dat is misschien niet het beste voorbeeld ervan. Maar je kunt dus, dit vind ik bijvoorbeeld wel een geslaagde compositie met die panorama. Omdat er overal in beeld wel ergens iets gebeurt en toch krijg je de aandacht waar het in moet zitten. Dat was het. Bedankt voor het luisteren en het kijken.